Hi, ik ben Dave Van Aarde van de Dave Podcast. Vandaag heb ik niemand anders dan Javier Asin van het COVID Response Team, of hoe je het ook noemt. Maar die mensen die de hele dag praten op TV over COVID. Ik ga hem flink aan de tand voelen vandaag. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave Van Aarde. Vaka, brada. Goed. Welkom. Ik ben blij dat je er eindelijk bent. Ja, dank je. Ja. Ik had een paar keer misgelopen. Exact, maar ik was blij met je uitnodiging en ik ben blij dat het eindelijk gelukt is. Ja. Ik weet. Wederzijds. Vraag je. Eigenlijk heb ik 1000, maar laten we beginnen met deze. Ja. Veel mensen denken dat wanneer ze een vaccin hebben genomen, dat ze een kogelvrij vest aan hebben tegen het virus. Ja. Wat is jouw mening daarover? Dat is niet waar. Dat is het simpele korte antwoord is, het is niet waar. Het is geen kogelvrij vest. Mm-hmm. En de bescherming neemt ook af in de loop van de tijd om twee redenen. Het virus verandert zichzelf, het wordt steeds agressiever. Mm-hmm. Waardoor het door de bescherming heen kan breken. En dan krijg je wat ze noemen een doorbraakinfectie. Ik kan ook wel uitleggen hoe dat komt. Maar het andere is natuurlijk ook dat in de loop van de tijd de weerstand die je opbouwt, althans het geheugen tegen het virus, dat wordt iets minder. En daarom zie je ook na zoveel maanden dat ze zeggen van ja, misschien moeten we toch boosters geven. Maar boosters toch? Dus bedoel, als ik een klemspuitje haal, hoef ik niet te boosteren? Jawel. Wel? Ja, die klemspuit is maar 15 jaar geldig. Daarom vragen ze altijd wanneer je door een hond gebeten bent. Dus bij heb je ooit een klemspuit gehad? Ja, hoe lang geleden? Dat is waar. Ja. Honden hebben me vaak gerost. Ja, dat is ook niet voor niets dat ik dit voorbeeld gebruik. Het is een Surinaamse jongen die gerost door honden. Ja, dus het is heel normaal dat een booster nodig is voor een vaccin. Daarom worden kinderen ook om de zoveel maanden, het eerste jaar en daarna zelfs tot je 10e word je gevaccineerd. En dat is omdat het effect van het vaccin, dat neemt in de loop van de tijd wat af. En dan heb je een booster nodig of een volgende prik. Maar waarom van alle ziektes, AIDS, Ebola, noem maar op. Waarom bij COVID is er zoveel weerstand tegen het vaccin? Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel films, zoveel docu's, zoveel artsen. Want ik bedoel, je hebt genoeg beelden van artsen die... Ja. Zoveel titels hebben. Ja. En die mannen leggen breedvoerig uit waarom het niet goed is. Ja, dus waarom is er zoveel ruis eigenlijk bij deze? De impact. Het is de impact op de wereld. Het is de eerste pandemie in een eeuw. Dus daarom hebben wij het nooit gezien. Het raakt iedereen. Het heeft de economieën geraakt. Het is iets ongekends. En die impact maakt heel veel los. Het maakt ook heel veel wantrouwen los. Dit kan niet. Dit heb ik nog nooit gezien. Wat is hier aan de hand? En kijk, de reden waarom dit COVID-virus een pandemie heeft veroorzaakt, is omdat het bij de meeste mensen bijna niets doet. Dus het feit dat het eigenlijk een vrij onschuldig virus is voor 85% van de mensen, heeft gemaakt dat het een pandemie is geworden. Doordat je die verborgen transmissie, je hebt niet eens in de gaten dat je het overdraagt op anderen. En mensen gaan het onderschatten. En dat is de meest ideale situatie voor een virus om zich te verspreiden onder heel veel mensen. Als het HIV was, of wat niet zo makkelijk verspreidt. Als het Ebola was, waardoor je heel snel doodgaat. Of als het, zoals de voorlopers SARS en MERS. Ja, je werd zo snel zo erg ziek dat je, voordat je andere mensen kon besmetten, in het ziekenhuis lag of dood bent. De host was dood. Dus, en dan dooft het uit. Dan verspreidt het zich niet verder. Maar in dit geval, de meeste mensen hebben het niet, onderschatten het, vinden het ook onzin dat je jezelf moet beschermen of anderen moet beschermen, want het is chicken feed. Ja. Maar ondertussen verspreidt het zich wel heel ver en tot aan mensen die het niet kunnen hebben. En dan nog, zou je zeggen van het is beheersbaar, want als we dan weten wie het niet kan hebben, dan isoleren we hun. Ja. Weet je, dan gaan we hun beschermen. Maar al heel gauw bleek dat het niet alleen de oudjes waren of de mensen met onderliggende aandoeningen, maar dat het ook profvoetballers waren die op de intensive care kwamen, triatleten. En dan komt de paniek. Dat is van, we spelen Russian roulette. Het kan mij ook overkomen. Tegelijkertijd
grootste gedeelte van de bevolking denkt van nee, het gaat mij niet overkomen. Is hetzelfde met roken, is hetzelfde met alcohol, is hetzelfde met drugs. Is van ja, er gaan mensen dood aan roken. Ja, ze zeggen de helft van de rokers gaan dood aan roken. Maar jij hoort niet bij die groep. Ik, nee, want mijn opa is ook 85 geworden met roken. En weet je, dus... Ja, die hoor je vaak. Ja, dat is heel vaak, ja. Ja, dus er zijn... ja, hij heeft geluk gehad. Wie zegt dat jij ook zoveel geluk hebt? En hetzelfde geldt voor COVID. Weet je, een heleboel mensen... die gaan er doorheen alsof het niets is. Of die hebben het wel heftig en zeggen van... ai, dit is wel een heftige griep. Ja. Maar niet meer dan dat. Maar je kan pech hebben. Wat ik wel persoonlijk heb ervaren, hoor. Want in het begin... Toen het vaccin uitkwam, was ik ook helemaal yeah! En was het, er waren bepaalde redenen gegeven waarom we het moesten nemen. Yeah. Je kon niet ziek worden, je kon niet besmet raken, zoveel weinig procent en dit en zus. Nog een jaar verder, eigenlijk 6 maanden verder. Die argumenten die toen zijn aangehaald, zijn niet meer relevant op dit moment. Nee, ze klopten toen wel overigens. Wel, maar nu kom je, niet jij persoonlijk, maar nu dus het orgaan die het, die het vertegenwoordigt, komt totaal niet geloofwaardig meer over. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ik vind ook dat je nooit te grote beloftes moet doen als je eigenlijk nog niet weet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar ze houden wel nog steeds vast aan die argumenten over het algemeen. Ja. Een groot deel van de artsen wel. Het lijkt op zo'n verse leven, ze lijkt iets van... Maar je verstaat niet, weet je niet dat het anders is op dit moment? Ik in ieder geval niet. Nee. Maar ik zo een beetje verstandiger. Het is waar. Kijk, in het begin was het inderdaad zo dat 95% van de besmettingen werden geremd. Daarom is het ook zo snel geïntroduceerd. Juist. Van, dit lijkt een wondermiddel, maar heeft het gebracht als dit is een wondermiddel. Maar op dat moment wist je nog niet hoe het virus verder zou ontwikkelen. Je wist ook niet hoe resistent je was tegen het virus. Maar het waren toch juist de argumenten van de mensen die zeiden, wacht even met het vaccin, want we weten nog niet hoe sterk het virus gaat worden, we weten nog niet genoeg van het virus. Dus juist door te vaccineren kan het nog sneller een doorbraakvirus worden, zoals je noemt. Nee, dat is dus het omgekeerde. Kijk, eigenlijk is een virus geen levend wezen, vind ik. Het is een eiwit-envelopje met DNA of RNA-materiaal erin. Mm-hmm. En het heeft maar één doel, delen, vermenigvuldigen. En ze kunnen dat niet doen op een tafel. Daarom dat al het schoonmaken, weet je, het heeft geen zin. Als COVID hier valt. Dus je hoeft niet de hele dag met alcohol te spuiten. Nee, dus, daarom worden die karretjes toch ook niet meer gespoten. Ik ben blij, want iedereen spuit alcohol. Het is slecht voor je handen Ze spuiten jou helemaal onder alcohol. Maar het is slecht voor je eigen bacteriën. Ja, dat breekt ook je eigen... Ja. Want bacteriën zijn ook een deel van jouw weerstand. Ja, dat klopt. Maar goed, dat virus heeft dus een doel om te delen. En ze kunnen dat alleen in een gastheer doen. Okay. Dus wat er gebeurt is, ze komen in je lichaam, gaat op een cel zitten, gaat die cel binnen. Want hij kan niet uit zichzelf delen. Er zitten dus dingen in een cel die hij nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. Als je biologie hebt gehad, dan weet je dat ribosomen, mitochondriën, alles wat er in de cel zit. Maar dat heeft een virus zelf niet, dus hij moet in de cel gaan om te delen. Wat gebeurt dan? Hij gaat in die cel, hij deelt 1000 en dan barst die cel open en dan komen er 1000 naar buiten. Mm-hmm. En die 1000 gaan weer op 1000 cellen zitten. Gaan weer die cel binnen, elk 1000 komen 1 miljoen naar buiten. En zo word je ziek. Dus in eerste instantie is 1 cel... Maar binnen de kortste keren zijn er miljarden cellen geïnfecteerd. Mm-hmm. En als dat niet geremd wordt, dan word je ernstig ziek. Want al die cellen gaan kapot. En in dit geval zijn het de cellen van je neus, je keel, je luchtwegen. Yes. En ook van je maag-darmstelsel. Dus daarom krijgen sommige mensen ook diarree. Okay. Alright, dus wat doet het lichaam dan? Het lichaam gaat het virus herkennen. Yeah. Elimineert hem, of isoleert hem, elimineert hem. Mm-hmm. Zodat hij niet meer kan delen. En hoe sneller het lichaam dat kan doen en hoe effectiever, dus hoe meer legertjes het heeft tegen dat virus, hoe minder gauw je ziek wordt. En in eerste instantie was het virus zodanig herkenbaar voor de gevaccineerde, weerstand, mm-hmm. dat het bam, het isoleerde en niet eens een test werd positief. Want er moeten voldoende virusdeeltjes zijn om een positieve test te krijgen. Oké. Maar dat virus denkt van, oh,
Dan ga ik sneller delen. Voordat het is een wedstrijd iedere keer tussen de weerstand van je lichaam en het virus. Maar, en het virus gaat zichzelf steeds muteren, veranderen. Ja. Zodat het steeds sneller kan. En het maakt zichzelf onherkenbaar. Ja, dus het enige, maar zeg dus. Als we niet hadden gevaccineerd, had dit virus dus ook geen reden gehad om te zeggen, oh, dan ga ik nog toffer worden. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Want wat er ook gebeurt is dat mensen die geïnfecteerd raken, uh-huh. die krijgen een soort vaccinatie. Ja. Dus de weerstand van mensen die allemaal gevaccineerd zijn, die maken dat dat virus, of niet gevaccineerd zijn, die maken dat dat virus zichzelf gaat veranderen. Okay. Dus het is niet alleen door het vaccin dat het virus zich gaat veranderen, maar ook door jouw weerstand, mijn weerstand, ja. Als een van die jongens niet gevaccineerd is, ook. Maar wat er gebeurde is dat als veel mensen gevaccineerd zijn, dan heeft dat virus eigenlijk niet zoveel tijd om zichzelf te veranderen. Ah. Hij heeft tijd nodig en hij heeft meer tijd in een ongevaccineerde dan in een gevaccineerde. Oké, dat is het punt. Dat is waarom ze zeggen dat groepsimmuniteit belangrijk is. Want als een heleboel mensen gevaccineerd zijn, dan heeft het virus weinig gastheren om zichzelf te veranderen. Maar dat groepsimmuniteitstukje hebben ze in Nederland van de week gezegd van lukt niet meer, want nu is er een Delta-versie. Ja. Hoe zit dat dan? Oké, dus die Delta-versie is een van die doorgeschoten of van die supermutanten. Mm. Hij deelt verschrikkelijk snel en hij is minder goed herkenbaar. Doordat hij zo snel deelt, krijg je dus dat de weerstand die je door vaccinatie hebt, te langzaam is om hem te remmen voordat hij detecteerbaar is. Dus je hebt een positieve test en dat is een besmetting. Maar je bent niet ziek, je hebt een positieve test. Het gaat ook door, 6 dagen lang, om zich verder te vermeerderen. En in die tijd kunnen er wel dusdanig veel virusdeeltjes zijn, die viral load, dat je anderen kan besmetten. Dus in die eerste 6 dagen kun je wel anderen besmetten. Maar je hebt wel minder virus dan een ongevaccineerde. Oh. Dus daarom besmet een gevaccineerde minder in die 6 dagen dan ongevaccineerde. Ik vind dat een academische discussie. Het is wel, ik bedoel, het is hetzelfde als van, het is een zwembad hier. Yeah. En daar zwemmen de mensen die plassen in het bad. En hier zwemmen de mensen die niet plassen in het bad. En dus, go ahead. Weet je, dus dat het schiet niet op. Nee. Dus, maar het is zo. Dat gevaccineerden inderdaad het minder overdragen. Maar nog wel. Maar wel overdragen. Maar wel overdragen. Voordat we naar binnen kwamen, zei ik nog van, je ziet steeds meer dat er vaccinated parties zijn. Ja. Parties. Mm-hmm. En wat ik wel gek vind is dat er komt een soort terror, er is een haat mm-hmm. tussen beide partijen. Mm-hmm. Dat is wel van beide kanten, laat maar het zo zeggen. Ja. Maar dan vind ik het niet terecht dat er dan constant wordt gewezen naar de niet gevaccineerden, omdat er zijn vaccinated parties. Je weet toch? En dan, trouwens, je pasje wordt gecheckt, alles wordt gecheckt, anders kom je niet binnen. Ja. Maar binnen zelf is wel hala. Ja. Feestje van vroeger. Klopt. Dus ik bedoel. Zo hoort het. Ja, nee, maar is niet. Dus ik bedoel, voor mijn gevoel, ik ben geen arts of deskundige, denk ik dat men echt die campagne totaal een hele andere twist moet geven. Gaan we ook doen. Er komt nu echt een campagne van, hey, let's go to the new normal, as fast as possible. Countdown to the new normal. Maar ook met elkaar? Ja. Want nu heb je veel segregatie. Je hebt veel vingerwijzingen. Bedrijven zeggen, jij mag niet werken, jij wel. Die niet-gevaccineerde moet wel testen, de gevaccineerde wel, terwijl beide kunnen dragen. Wat is jouw mening daarover trouwens? Ik vind het beste van het testen? Ja. Ik vind het beste van de ongevaccineerde. Kun je dat herhalen? Ja, ik vind het pesten van de ongevaccineerden. Dat moet je niet doen. Wat is de reden waarom je test? Als je wilt testen om te voorkomen dat er wordt overgedragen op de werkvloer, dan moet je allebei testen. Want ook de gevaccineerde kan het overdragen. Dus als je zegt van, oké, je kan naar binnen komen als je gevaccineerd bent, of wanneer je een negatieve test hebt als ongevaccineerde, en van nee. Wat je kan doen, er zijn verschillende scenario's. Het allerbelangrijkste is dat waarom de segregatie is omdat de ongevaccineerde beschermd moet worden. Oké. Okay. Dat is
Alles moet er nu op gericht zijn om te voorkomen dat ongevaccineerden COVID krijgen. Want bij hun is het risico te groot dat het doorslaat, zodat je moet worden opgenomen of op de intensive care of overlijdt. Maar de gevaccineerden doen eigenlijk banger. Ja, dat is onterecht. Is onterecht. Daarom kan ik het niet bevatten, snap je? Ja, dus wij zijn als gevaccineerden. Trouwens, ja, iedereen gaat ervan uit dat ik gevaccineerd ben. Maar wij gaan als gevaccineerden. Zijn wij eigenlijk een gevaar voor de ongevaccineerden? In die zin, we zijn als gevaccineerden een gevaar voor de ongevaccineerden. Niet omdat wij gevaccineerd zijn, maar omdat zij niet gevaccineerd zijn. Maar dat is dus dat is wat me stoort. Er wordt op een verkeerde manier over gecommuniceerd. Dus ongevaccineerden moeten niet het gevoel krijgen dat wij hun er niet bij willen. Ja. Want ik wil ze er dolgraag bij hebben, waren het niet dat het voor hun een veel te groot gevaar is om bij ons te zijn. Omdat als zij COVID oplopen, de kans veel te groot is nog steeds dat zij opgenomen moeten worden, zuurstof nodig hebben of veel erger op de intensive care of overlijden. Dus, en er zijn maar twee oplossingen voor. Gevaccineerd zijn, want dan ben je niet meer een ongevaccineerde die besmet kan raken. Nee. Of als ongevaccineerde heel erg voorzichtig zijn om niet onderling in afgesloten ruimtes te zijn of bij gevaccineerden in een afgesloten ruimte zijn, omdat gevaccineerden het kunnen overdragen. Dus wat er nu gebeurt in de maatschappij, is keurig dus ook niet goed echt. Bij de bedrijven en alles en zo. Niet helemaal. Dat testen vind ik niet. Maar dat andere wel. Omdat er zijn bedrijven waarin je, productiebedrijven, waarin je in grote hallen dicht op elkaar staat. En dat is ook in de pandemie gebleken, dat daar de clusters zaten, dat daar superspreading was. Ja, die packing houses van Amerika ook, die meatpacking houses, yes. En achter de lopende band, daar heb je veel besmettingen. Dus daar kan ik het begrijpen. Maar er zijn ook bedrijven waar je buiten werkt, in de bouw. Ja. Er zijn bedrijven waar je niet in een afgesloten ruimte dicht bij elkaar zit, dus daar vind ik het wat minder noodzakelijk. Ik kan men ook dus misschien in jullie campagne hoor, dat er wat meer aandacht daaraan wordt besteed eigenlijk, een goede vorm van overdracht van informatie, want nogmaals, men blijft zo vasthouden aan die oude dingen, dat het voor ons echt iets van, maar ik heb in de praktijk gezien dat iemand die gevaccineerd dood is, ik heb gezien dat iemand, en dan blijft de leiding maar vasthouden aan iets, ik heb ook nog steeds geen gezondheidsprogramma's gezien. Nee, klopt. Nee, dus we zijn daar wel aan het veranderen. Wat ook blijkt is dat, ik noem ze altijd wijfelaars en twijfelaars. Yeah. Wijfelaars zijn mensen die wel willen vaccineren, maar er nog niet aan toegekomen zijn. Geen tijd, geen prioriteit. Er zijn de mensen die twijfelen, die hebben echt vragen. Die vragen moeten eerst beantwoord worden naar tevredenheid en dan gaan ze wel vaccineren. En dan heb je nog een wat kleinere groep en dan zijn de weigeraars. Yeah. Ja, daar besteed ik geen aandacht aan, want ik bedoel, het is je vrije wil. Yeah. En als je weigert, dan hoef ik geen tijd en energie in je te steken. Maar snap je dat men zo bang, eigenlijk denk ik dat het 90% van de mensen die niet zijn gevaccineerd meer bang zijn dan wat anders. Want ik bedoel, je weet hoe metadata ook werkt. Yeah. Als je op Facebook gaat en je zoekt één ding, dan blijft het maar dat naar je toe gooien. Klopt. En lijkt dat de realiteit te zijn. Klopt, de mensen zijn bang gemaakt. En dat is voor een deel te danken aan mensen die, ik vind, op een criminele manier de volksgezondheid en de gezondheid van individuen in gevaar brengen. Door doelbewust misinformatie en gemanipuleerde filmpjes rond te blijven sturen. Hmm. Er is een netwerk van professionals die dat doet, ook in Suriname. Dat hebben we ook wel al in kaart gebracht. Wat? Ik niet, maar we hebben een expertgroep waarin er een aantal mensen zijn die dit soort misinformatie volgen. En de bron van die misinformatie, dat is meestal uit het buitenland, maar dat wordt hier verder doorverdeeld. En het is een ingenieus netwerk om mensen te misleiden. Oh, wow. Ja, en dat is. Ik ben het zelf ook een beetje erachteraan gegaan. Ik ben ook naar die fora gegaan. Yeah. Van oké, waar komt het voor? Waar komen ze vandaan? Yeah. En wat bleek was dat het zijn veelal extreemrechtse fora. Dus
Trump-aanhangers. Dus je ziet daar ook heel veel van, oké, Trump. Dat Trump heel veel gelijk had. En dat de Rising of Capital, dat allemaal onzin is, dat het niet gebeurd is. Ze ontkennen de Holocaust. Er is een meldpunt voor UFO's. Daarover gaan we nog een keer discussiëren. Dus, ik heb een mening daarover. Dat soort fora zijn het. Ja. Waar dit dus dan gedeeld. Het zijn ook ontmaskerd, vrij breed ontmaskerd als fake news fora. Of websites of Facebook sites of noem maar het, blogs. Maar als je dus dan doorgaat. En dan kijk je naar wie ze targeten. Het zijn vooral onze zwarte broeders. Oh, die bedoel je. En zij brengen dus op hun over van... Hey, vaccin is gemaakt om jullie te doden. Oh, dus die target is om hun eigenlijk te manipuleren. Mm. En echt internationaal zijn er... het zijn de immigranten in landen. Dus mensen van kleur. Ja. Yeah. Kerken, bepaalde kerken en de sociaal zwakkere of lager geschoolden die ze getarget hebben. En kijk overal in alle landen in de cijfers wie vooral COVID krijgt en waar de grootste groepen doden zitten. Maar wat voor baat hebben ze daarbij? Dus ik bedoel, ik ben beter kijken naar wat is de reden dat je dat doet. Waarom zouden ze dat doen? Kijk, ik ben niet zo voor conspiracy theorieën. Maar stel dat het zo is dat ze dit doen. Ja. Door te zeggen van, je moet het niet doen. Mm-hmm. Bescherm jezelf niet. En dat juist hun doel is. En dat ze daarmee juist hun doel bereiken. En dat is de zwarte uitroeien. Dus zij zeggen dat het vaccin is gemaakt om de zwarte uit te roeien. Uh-huh. En de realiteit is... dat de zwarten dat geloven en uitgeroeid worden omdat ze zich niet laten vaccineren. Dus ik vind het grappig dat ik heb net met mevrouw Silas gesproken en met Steve May ook en nog meer aan, met anderen. En het grappige is dat eigenlijk, jullie zijn zo ver uit elkaar qua manier van denken dat ik denk dat het probleem groter is dan... Ja, maar dus, dat is... Want die geloven dat het precies het omgekeerde is. Ja, maar zij hebben zich dus laten beïnvloeden door die mensen die bezig zijn met het omgekeerde te realiseren. Oké, dus ben blij dat je dat zegt, want ik zag je 3-4 weken geleden was je op tv, het is een interview, hadden ze het over dus, dat vaccinatiegraad van de mensen op de IC, de artsen zelf, de nurses, is enorm laag. Ja. En toen zei u... van die mensen horen beter te weten. Ja. Juist, maar nu de vraag eigenlijk, of nu de stelling eigenlijk van, het zijn mensen die bezig zijn in de praktijk. Ja. En zij weigeren nog steeds om te vaccineren. Ja. Is dat omdat ze beter weten? Nee, absoluut niet. Ja, want praktijk is de beste leermeester. Dus of ervaring. Dus dus kijk, de cijfers, ik geloof de cijfers. Ik weet dat de cijfers kloppen. Ja. De mensen die op de intensive care liggen en de mensen die overlijden. Ik bedoel die werkers, die mensen die daar werken. Ja, nee, maar dat zijn ongevaccineerden. Er zijn een aantal, 10-15%, die gevaccineerd waren. En waar het dus te verklaren is dat die vaccinatie niet voldoende beschermd heeft. Die mensen zijn overleden aan COVID, dus niet aan het vaccin. Ja. Het is voor mij een raadsel... Maar het menselijk brein is een raadsel, hoe dat werkt. Dat je werkt op de intensive care. Je ziet hoe mensen lijden. Je ziet hoe mensen lucht naar lucht happen. En dat je nog steeds zegt van, nee, dat vaccin is niet voor mij. Dat je dan nog niet de connectie legt tussen dat vaccin jou zou kunnen beschermen. Maar voor de buitenstaanders, voor mij, is het omgekeerd. Ja. Want ik bekijk zo van, dus die zuster ziet het en toch besluit ze het om die te nemen. Wel, dan wil ik weten waarom ze het niet wil nemen. Ja, dus dat lijkt voor de buitenstaander een logische conclusie eigenlijk. Ja, maar tegelijkertijd... Als ze die zeggen, wacht even. Ja, maar ik snap ook niet. Maar tegelijkertijd zie je dus ook, we hebben nu de boosters voor de frontliners, dat ze massaal komen vaccineren. Oh wel. Ja.
Dus je kan focussen op die paar. Die paar, dus die groep is groter die niet is gevaccineerd. Het is, ja, maar goed. Het is niet die paar, het is niet die paar. Ja, ik weet het niet. Ik kan niet in hun brein. Weet je, ik ben opgeleid in Maastricht en we hadden daar een professor in KNO, keelneusoreelkunde. En die was gespecialiseerd in keelkanker. Ja. Oké, dus keelkanker is vrij zeldzaam, maar heel agressief en het is ook een verschrikkelijke operatie. Je kan steken in je pus zelf, alle rare dingen. Ja, en, maar die man was daarin gespecialiseerd. Elke week deed hij er een paar. Het is een operatie van uren. Ja. En tussen elke operatie ging hij roken. En er is maar één manier waarop je keelkanker krijgt. En dat is roken en drinken. Ik wil hem ook wel zo napakken. Snap je? Dus het is heel moeilijk om in het brein van iemand te duiken. Ik heb mensen met tongkanker gezien, die mensen met longemfyseem gezien, die naar de rookruimte met een infuuspaal gaan om te gaan paffen. Dus dat is mijn antwoord. Ik weet het niet. We hebben het ze gevraagd, we vragen het. De PAHO heeft een focusgroep georganiseerd om erachter te komen wat hun weerstand is. Is het ook dat, ik heb in mijn familie heb ik ook ervaren dat mensen COVID hebben. Mijn schoonmoeder heeft het verschrikkelijk gehad. En wij hebben haar zelf toen aangepakt. Mm-hmm. Het was in de beginfase, het was nog in maart vorig jaar. Yeah. En toen was het van ja, hospitaal of niet, maakt niet uit, want niemand weet hoe je behandeld moet worden. Dus hebben wij gewoon flink gegoogeld wat is een virus, over het algemeen, in general. Yeah. Hoe pak je een virus aan, in general. En op basis daarvan hebben wij planten en dingetjes, we zijn echt bezig, maar Google is mevrouw en ik. Ja. We zijn echt flink bezig geweest en mevrouw is dus met de hele batterij naar de moeder gegaan, is zichzelf opgesloten in het huis. En ik dacht ook, die gaat dood. We hebben elkaar ook gegroet als einde verhaal. Toen. En toen we dat drankje gaven, en elke dag zodra ze dronk, zakte de temperatuur aan met een graden. Mm-hmm. Dus het ging steeds beter, steeds beter. En zo zijn er ook andere mensen die bezig zijn. Waarom is het dat men niet open staat om met die groepen te zitten? Want aangezien COVID een nieuw ding is, dus het is niet iemand al van tevoren hoe ze ermee om moeten gaan. Waarom is het dat mensen zeggen van oké, we gaan de westerse kennis en de lokale kennis bij elkaar brengen en laten we kijken hoe we trials kunnen doen. Want we schreeuwen eigenlijk al 2 jaar bijna van guys. Ja. En die mensen zijn eerder getorpedeerd dan wat anders. Ja. En dan soms hebben die mensen, hebben ze werkelijk anderen geholpen. Ja. En je blijft die man torpederen en zelfs wil je hem juridisch aanpakken. Mm. Ja, nee, ik vind dat jammer. Het is bevorderlijk die aanpak eerlijk gezegd. Hoe is dat? Wat is jouw mening daarover? Ik vind het jammer omdat ik geloof in immuunboosters. Ik ben ook van mening dat wij met onze westerse geneeskunde niet te arrogant moeten zijn. De oud-Indiaanse geneeswijze, de oude Chinese geneeswijze en ook de traditionele geneeswijze die we in het binnenland hebben, die waren er al voor de westerse geneeskunde. Dus, maar ik vind dat je het complementair moet gebruiken. Dus je moet het als aanvulling gebruiken. Niet in plaats van. En daar was de. Daar brengt het. Dat een aantal mensen uit de westerse geneeskunde zeggen van nee, je moet al die rotzooi niet gebruiken. Letterlijk alleen zo'n rotzooi. Ja, ja. Maar, en die anderen zeggen ook, je moet die rotzooi van de westerse niet gebruiken. Dus, en daar gaat het fout. Ik denk dat wij als land enorm rijk zijn aan kennis en van geneeswijzen. En ook aan kruiden en planten, we hebben ook het klimaat ervoor, om een combinatie van de westerse geneeskunde en de complementaire geneeskunde toe te passen. Maar je zegt het correct, ik denk wel dat je goed van kwaad moet onderscheiden. Het is niet altijd baat het niet, schaadt het niet. Je weet, in de natuur heb je ook de ernstige giffen. Ja, en, is ook een beetje tof. Ja, dus het is... Het is wel zaak dat je wel weet dat wat er gegeven wordt, dat het niet, en in de eerste plaats dat het niet een scam is. Dat het iemand is die met een drankje heel veel geld probeert te maken. Nee, maar als je kijkt naar
stel dat de minister had gezegd, of degene die de leiding had toen, van oké, je hebt 20 man die zeggen dat ze ideetjes hebben, of niet ideetjes, maar ze hebben goede ervaringen gehad met mensen. Laten we zitten. Ja. En tot nu toe, dat zitten zelf, is niet mogelijk met die man. Oké, ja, ik kan daar niet... Dat is zijn beleid. Laat me het anders zeggen. Waarom kan hij zeggen van oké, laten we een taskforce maken. Ja. En dan gaan we kijken van, hoe werkt dit? Hoe werkt dat? Maar volgens mij is er zo'n taskforce. Ik denk het niet hoor. Niet. Dokter okay. Bienen, al die gasten hebben alleen maar problemen juist van... Bij mij weten was er wel een taskforce voor traditionele geneeswijzen. Om ze te ondersteunen. Mm-hmm. Om onderzoek te doen naar de werkzaamheid en de veiligheid. Yeah. En ik weet niet of... die commissie er nog bestaat, of die taskforce nog bestaat of niet. Mm-hmm. Maar het is jammer dat er zo gepolariseerd is. Het is niet nodig. Het is juist, en zeker in zo'n gezondheidscrisis, is het goed als je elkaar juist opzoekt en samen naar oplossingen gaat. Ze bieden ook. Ze zeggen, ja, we gaan ze doodmaken. We willen meehelpen. Ja. Dan schop je die man weg. Ja, nee, dat was... En je zegt, je vaccin werkt, maar het is geen kogelvrij vest achteraf begrepen. Ja. Dus ik probeer alleen duidelijk te maken dat ze eigenlijk juist verder van huis gaan dan een ander. Nee, oké, dus maar het was wel echt een kogelvrij vest dat moment. Weet je, maar er is een nieuwe bullet. Ja, en die gaat er doorheen. En en ik denk dat ze te overmoedig zijn geweest of gecommuniceerd in het begin of een half jaar geleden. Nu weten we meer en gelukkig weten we nu ook wat we moeten doen om degenen die zich willen beschermen, om die te helpen om beschermd te blijven. Is het misschien een idee om, want kijk, in tijden van crisis is het juist ook een mooie tijd om dingen om te gooien. Ja. Ik blijf erbij, lichamelijke opvoeding in Suriname is nog steeds onder de streep op school. Mm-hmm. En jullie zijn nu al zo lang bezig, jullie gaan alles omgooien of een andere aanpak. Mm-hmm. Is het misschien ook een idee om nu gewoon te gaan naar de core en dat is gezond leven? Want als je kijkt naar obesitas in Suriname en hoe sporten bijna niet over het algemeen, is dat niet misschien een betere aanpak? Dat is ook het idee. We zijn twee jaar zijn we in de ban van COVID. En niks anders stel dan COVID. En, ik ook. Dus ik ga vaccineren. neem je tijd. Maar niet te lang. Ik denk dat zodra we uit COVID gaan, dus, dit is ook een van de dingen die, er zijn er twee dingen die belangrijk zijn. Daarom moeten we nu respect en vertrouwen in elkaar blijven houden. Want er is ook een tijd na COVID dat we het ook weer samen met elkaar moeten doen. En als je elkaar nu de hersens inslaat over segregatie, discriminatie, plicht, dit, dat. Hoe ga je na? Hetzelfde met verkiezingen. Voor de verkiezingen en dan ineens, nu worden we coalitie, dus nu zijn we matties. En je weet, die koffiekamer in de DNA, daar praten ze, zijn het matties. Maar zodra ze aan die banken komen... Maar dat geldt niet voor... Zij kunnen dat. Zijn professionele ruziezoekers. En vrienden daarbuiten. Maar in het echte leven kunnen wij die ruzie niet los van elkaar zien. En, dus we moeten respect en vertrouwen hebben voor elkaar. Oké, maar dat van het gezond leven is me uit het hart gegrepen. Omdat ik vind dat we... We hebben een minister van gezondheidszorg, niet van ziekte. Dankjewel. En het is zonde als het ministerie van Gezondheidszorg zich vooral bezighoudt of moet houden met ziekte. En dit heeft een achtergrond hoor. Ik bedoel, ons hele zorgsysteem is opgebouwd op basis van een schadeverzekering. Dus niet voorkomen. Ja, en de schadeverzekeraars die zijn dat wel gaan doen. Weet je? Dus je hebt wel dat Self-Reliance Assuria en dat ze je wel dingen geven om brand voor brandveiligheid of voor diefstal. Snap je? Of reclames dat je helm moet dragen of je autogordel moet. Weet je, dus omdat ze zien dat ze veel schade lijden wanneer je niet preventief bezig bent. Maar in gezondheidszorg hebben we dat nog niet. En de gezondheidszorg leeft van ziekte, omdat er alleen maar betaald wordt bij ziekte. De garantiebrief, de geldstroom is voor ziek. Dus je moet ook bewijzen dat je ziek bent, dan pas wordt er betaald, die garantiebrief. Ja. Dus dat systeem moeten we gaan omgooien. Een systeem waarin we alle uitgaven van de gezondheidszorg onder een vergrootglas gaan leggen. En dat we gaan kijken naar, hoeveel investeren we in gezondheid en hoeveel betalen we aan schade door ziekte.
En die balans moeten we gaan shiften. Maar gaan jullie de hele balans nog eerst opmaken of ga je alvast beginnen? Nee, je weet het al. Nee, je weet het al. En het is, het is lopen over de brug terwijl je hem bouwt. Dus in die zin dat je... Lopen over de brug terwijl je hem bouwt. En dat houdt in dat we hierna... wordt er serieus nagedacht. Ik nog niet hoor, maar ik word er wel af en toe bij naar gevraagd, omdat ik in de regio, dus in het Caribbean, er wel een specialist in ben, in population health management. En dat houdt in dat je de gezondheidszorg dusdanig inricht dat je vooral bezig bent met health maintenance. Uh-huh. En dat je het heel goed organiseert dat wanneer mensen ziek worden, dat het niet te lang duurt en dat ze zo snel mogelijk weer teruggaan in die gezonde groep. En dat zijn verschillende dingen hoor. Je moet denken aan, nu ga je alleen maar naar de dokter wanneer je ziek bent. En dat is een heel groot probleem. Omdat als je kijkt naar de volwassenen in Suriname, of laten we zeggen 30 plus, 40 plus, onze vanaf. Ik ben bang vanaf, voor de dokter. Ja. Maar als je, en dat het gevolg daarvan is, meer dan 2/3 van ons heeft één of meerdere risicofactoren voor een hartinfarct. En het zijn ziektes. Er zijn hoge bloeddruk, of diabetes, of overgewicht, of roken, of andere verslavingen. Oké, dus 2/3 van ons heeft dat. Maar 3/4 van die 2/3 weet het niet eens. Ze gaan niet naar de dokter, ze gebruiken geen medicijnen, het is niet onder controle. En daarom heb je dat de meeste mensen die overlijden aan een hartinfarct of aan een herseninfarct waren gezond tot het moment dat het gebeurde. Gezond. Ja, in Suriname is het, je wil niet naar de dokter gaan om te horen dat je ziek bent. Ja, dus je... Ja. Ik heb geen last van dit, waarom moet ik naar die man gaan? Maar dat zie je dus nu ook met dat testen, van je bent verkouden, als ik weet niet wat, je koorts, maar je gaat toch niet testen. Maar stel je voor dat het positief is, dan moet ik thuis blijven. Ja, maar vorige keer had ik ook het Wanika-syndroom. Dat was ook wat ik zei, van jullie maken die mensen bang, jullie gaan ze opsluiten, je gaat naar de concert, jullie sluiten die mensen, hier ook, zorg het. Het leek op een Auschwitz verhaal. Maar goed. Er waren mensen echt, Ja, nu heb je die sneltest, dus ik kan thuis eerst testen. Oh, is negatief, dan ga ik testen. Ik ben dochter toch, ik van Zuid-Amerika. Ik heb een dochter van 13. En laatst moest ik het even testen, man. Yeah. Dus dat was verkouden en... Maar achteraf bleek ze schoolziek te zijn. Ja. Toen heb ik test gedaan, is met een... Een stift. Met een stift nog een streepje in de gezet. Om een para te maken. Ja. Maar als je ziek bent moet je testen. Want dit is dus ook precies hoe die golven ontstaan. Hè. Dus doordat men bang is voor de consequenties dat wanneer je positief bent, gaat men niet testen. Waardoor ze het toch overbrengen op de rest. En uiteindelijk breng je het op zoveel over dat we in een vijfde golf gaan zitten. Maar je kent die verhalen toch van Wanika bijvoorbeeld. Mensen die, ik had niks, maar als je daar bent... Ja, maar dat ga je altijd krijgen. Ja. Van die ervaring dan van die ziekte? Maar ik geloof dat ook. Ik heb ook een interview gelezen. Er is ook een filmpje van die meneer. Over wat je meemaakt als je op de intensive care ligt. Laat staan, dan ben je heel erg ziek. Dan maak je ook maar een deel mee. En soms word je in narcose gebracht. Dus dan maak je niets mee van, of bewust mee van wat daar gebeurt. Maar er zijn dus mensen op de intensive care die zien wat er gebeurt. Mm. Dus die zien hoe mensen elke dag mensen afgelegd worden met wie je op de zaal ligt. Die zien dat mensen in nood raken. Die alarmbellen zien afgaan waar het hele team van verpleegkundigen en doktoren op gaat om te reanimeren of wat te doen. Als je dat 2 maanden elke dag ziet, daar kom je niet ongeschonden uit. Dus eraan ben je dan? Ja, ze hebben PTSS. Ze hebben posttraumatisch stresssyndroom. En daar staat men niet bij stil. En ik denk dat we ook dat nu gaan doen hoor. Dus die risicocommunicatie van de kans dat er niets met je gebeurt als je ongevaccineerd blijft, is klein. Je gaat COVID krijgen. Ja. Maar de kans dat je op de intensive care komt, is ook klein. Hmm. Want het zijn maar een paar, maar het is wel te groot om dat risico te lopen.
Ja, want dit is het, nu wil je wel over die trauma praten. Ik heb een mattie die zes weken ook, dan moesten ze hem elke keer omdraaien. Ja. Om de twee uur of zoiets. Hij voelde zich net aan een worst die op een barbecue zat. Ja. Maar hij zegt, op een gegeven moment krijg je een pamper. Ja. Ja, want je baard is groot. En we zeiden, Dave, eerlijk gezegd, hij is nu beter. Mm-hmm. Hij is nu misschien zes maanden beter. Mm-hmm. En nu pas vind ik hem weer de oude. Maar hij kreeg gewoon huilbuien. Ja. Hij was helemaal... Mentaal, mentaal ga je kapot, maar ook fysiek. Ja. Omdat je spieren bijna niet gebruikt. Als je twee maanden je spieren niet gebruikt, moet je weer leren lopen. Je moet leren praten. Dus mensen... Ik ben niet zomaar stil. Ja. Ja, het is... En weet je, we zien die cijfers in de krant van... Oh, zoveel liggen op de intensive care. Er lagen iedere keer maar 20, of maximaal 20 op de intensive care, omdat er maar 20 plekken waren. Ja. Maar er zijn mensen die niet op de intensive care terecht zijn gekomen, omdat er geen plek was. En die kwamen dus in, of in het ziekenhuis aan zuurstof, of in KKF aan zuurstof. Of ze kwamen dan, bij KKF had je een parkeerplaats en dan werd je in de auto werd je zuurstof gegeven. En daarna kregen mensen die zuurstofconcentrators thuis. Ja, kijk. En dan een hele gezin en dan zit net als aan een waterpijp, zit je achter elkaar, zit je zuurstof. Ja, dat is... Maar waarom is het niet gefilmd? Ja, het is privacy. Je kan de gezichten blurren toch bijvoorbeeld? Weet je, ik op een gegeven moment, een paar weken geleden, werd het zo erg. Ik ben goed met Jennifer van Dijk Silos. Ze is fanatieke dame. Ja, en ik praat regelmatig met haar. En weet je, dus uit die gesprekken merkte ik ook van, ja maar, jullie ageren tegen iets... Waar ik begrip voor heb. Weet je, je wil geen plicht, je wil geen dwang, yes. Je wil geen segregatie. Precies om wat ik zei, je moet respect en vertrouwen moeten we bewaren, want er is ook een tijd na COVID. Ben ik ook mee eens. Dus ik ben het ermee eens. En daarom ben ik, ik ga met een lunchen, we praten. Ja, en dus, weet je, maar je moet met elkaar kunnen. Maar je moet met elkaar praten. Maar ik heb ook heel vaak van, ja, maar weet je hoe erg het is wanneer je in KKF komt? Weet je hoe erg het is als je in een ziekenhuis loopt? Weet je hoe erg het is wanneer je al een jaar wacht op een hartoperatie en bang bent dat je doodgaat, elke dag bang bent dat je doodgaat omdat je nog niet geopereerd bent? Weet je wat het is als je pech hebt om de afgelopen 2 jaar kanker gehad te hebben en geen chemo te kunnen krijgen? Is er het? En het is een kleine groep en daardoor is het een vergeten groep en het is makkelijk om te demonstreren voor een grote groep. Vooral wanneer er ook politieke en zieltjes winnen, kerken, motieven gaan spelen. Ja, ik weet het ook gezegd, zieltjes winnen. Ja. maar is het dan, ja, misschien kijk ik er de maken. Laten ze gaan demonstreren om ervoor te zorgen dat mensen reguliere zorg weer gaan krijgen. Dus ik ben sowieso geen pro of anti-vax. Ik ben anti... dat hele segregatie gebeurt. Dus ik vind, we moeten het samen oplossen. Maar ik denk ook, na 2 jaar, COVID is here to stay, kunnen we niet een COVID-centrum doen? Ja, dus Manika is nu... Dus een COVID-centrum, vol is vol. Mm. Ik begreep dat ze daar gevaccineerde voorrang willen geven. Het is meer dan terecht. Je moet ook kunnen wikken en wegen. Maar wat... Naar het AZ gaat, of diakonessen, is kanker en andere dingetjes. En COVID, Mohana, oh, je wou niet horen? Ja, jammer. Ja. Je wou niet vaccineren? Ja, jammer. Ja, dus ik wil het gesprek wel vrolijk houden, maar we moeten het zeggen zoals het is. Kijk, hoe het er nu gaat gebeuren. En wat er nu gaat gebeuren is dat we gaan de feestdagen in. En ik ben heel erg voor... laten we het vooral gezellig met elkaar hebben op een verantwoorde manier. Mm-hmm. Dat wil zeggen, gevaccineerden, je mag je feestje hebben thuis. Amen. Niet met te veel, Mohana. Mm-hmm. Maar de kans dat er iets gebeurt is net als wanneer er een griepgolf is. Weet je, je kan COVID krijgen, maar de kans dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt is niet zo groot. Wat we nu doen om te voorkomen dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden zijn... Een paar dingen. We hebben boosters voor de 40-plussers. En misschien gaan we het zelfs voor 18-plus doen. Om er echt voor te zorgen dat geen enkele gevaccineerde in het ziekenhuis komt. Ondanks dat ze het gezellig hebben gehad.
Mensen die COVID hebben gehad, die hebben één prik gehad tot nu toe. We geven ze nu tweede prik. Voor AstraZeneca moet je 8 weken wachten. We geven het nu na 4 weken, zodat iedereen die in december gevaccineerd moest worden, in november al gevaccineerd is, zodat ze in december kunnen genieten. Ja. Dat is wat we doen. Maar dan nog, en aan de andere kant gaan we de buurten in. Gaan we voorlichting geven, informatie geven, zoals ik het, dingen die ik nu vertel en die kennelijk nog niet voldoende zijn verteld. Om mensen toch over te halen om nog voor de feestdagen minimaal 1 dosis te hebben. En liefst 2 doses. Zodat ze tenminste beschermen die... Oké, maar wat daarna gebeurt, is, dat is echt nu jump on the train. Je moet een hoog besluiten gaan nemen, toch? Ja, die. Yeah. Want in januari, februari, dus die 2 maanden denk ik dat de 5e golf er is. Wij lopen altijd achter op Europa en Amerika, maar in dit geval Europa, want er komen toeristen uit Europa. Ze moeten het nog brengen. Het is wel al besteld, hoor. Dus het... maar je weet, de douane die houdt het niet tegen. Ze zijn wel tof bij de haven, hoor. Dat moet ik je wel zeggen. Ja. Als je landt, is het geen grap. Nee, dus wat we hebben, nu gaat er wel de eis zijn dat je gevaccineerd hier naartoe moet komen. Mm-hmm. En je moet getest zijn. Oké, er zal altijd wat doorglippen, maar we hebben niet hermetisch afgesloten grenzen. We hebben de Franse kant. We hebben Guyana, we hebben vanuit het zuiden, dus het gaat komen. En dan januari, februari, als die 5e golf er is en als we zien wat er gebeurt in Europa. Mm-hmm. Dus kijk, Nederland, al die landen hebben op dit moment positieve testen, aantallen die ze nog nooit hebben gezien in die hele pandemie. Klopt. Dus elke dag wordt er record gebroken. Yeah. En dan zei je van, ja, hoe kan dat? Maar ze hebben toch zo'n hoge vaccinatiepercentages. Je vond de beulen. Ja, nee, maar dat zijn doorbraakinfecties. Dus die mensen zijn wel, dus dat vaccin heeft ze wel voorbereid. Maar uiteindelijk is het niet voldoende om positief te testen. Maar ze komen niet in het ziekenhuis. Alleen in plekken, op plekken bijvoorbeeld Zuid-Duitsland, ook daar veel extreem rechts. In Duitsland, Zuid-Duitsland, heb je veel ziekenhuisopnames en veel intensive care. Oké. En die hebben vaccinatiepercentages die nog hoger zijn dan in Suriname. Mm-hmm. Dus kijk, los van dat we nu ervoor zorgen dat we iedereen beschermen om die feestdagen in te gaan. En dat we iedereen, zijn we ons ook al aan het voorbereiden op de situatie januari, februari. Waarin het nog erger gaat zijn dan in de 4e golf. Waarin we dus te weinig capaciteit gaan hebben. Want we hebben een brain drain ook gehad. Yes. We hadden vroeger 40 ICU bedden, nu 20. Ja, die zusters rennen ook naar het buitenland. Ze hebben goed werk daar. Ja, precies. En iedereen is ook moe. Yeah. Wij zijn moe. Laat staan de mensen die er dagelijks mee werken. We gaan een situatie krijgen waarin mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze moeten krijgen. En waarin er ook keuzes gemaakt moeten worden tussen, ja, gaan we door met de hele zorg stilleggen voor COVID of gaan we het beperken tot een bepaald maximum. En daarna is het wat je dus zei, is het van, ja, je hebt al een jaar de kans gehad om je te beschermen. En ja, jammer maar helaas, we kunnen niet zoveel meer voor je doen. Want het systeem is uitgeput. Ja, maar cru. Gewoon keihard. Ik bedoel, om de zoveel eeuwen komt er een natuurlijke selectie. Ja. Je kan de natuur niet fighten. Ja. Ja. Ik ben op dat gebied survival of the fittest. Ja. Ik bedoel, letterlijk dat ik sinds vorige week zwem ik nu 50, 60 banen elke dag. Ik heb een mogelijkheid om dat te doen, want longen ontwikkelen het best met zwemmen. Klopt. Dus je moet als mensen ook wat eraan gaan doen. Ja. En als dan ineens 10.000 mensen het hebben. Well, daar is COVID-centrum, vol is vol. Ja. En dus het is heel cru, maar bij de voorbereidingen voor het komende kwartaal, half jaar, zit dus ook inderdaad lijkenzakken en koelcontainers bestellen. Huh. Ja, en daar moeten Kun we dus... Kun je wel bio-afbraakbare zakken bestellen? Ja, voor de natuur. Voor de natuur. Ja, zeker. nee, maar
Ja, maar die zijn trouwens hartstikke duur, dus daarom moeten we er ook echt op anticiperen. Zo'n lijkzaak kost $1000. Ja, klopt. Dus, dat is dus daadwerkelijk ook onderdeel van hoe we ons er nu op voorbereiden. Omdat we zien dat dit gaat gebeuren wanneer mensen zo blijven wijfelen en twijfelen en weigeren. Eigenlijk lijkt het alsof je een soort voor een burgeroorlog aan het voorbereiden. Ja, maar dat is ook zo. Bij de hurricane, ik heb rampengeneeskunde gedaan. Ik heb een tijd op Sint Maarten gewoond. Dus ja. Daar hadden we elk jaar had je dat er zo'n hurricane over kon trekken. Ja. En daar hoorden dus ook lijkenzakken en koelcontainers bij. Die werden bij het ziekenhuis waar ik werkte, werden die gezet. En dat moeten we ook aan de mensen voorleggen. Van, kom niet over 3-4 maanden zeggen van, het beleid heeft gefaald, kijk ja. Hoeveel doden. Nee, we zijn nu aan het voorbereiden dat er niet veel doden zijn. Maar wanneer er veel doden zijn, dat we daar ook goed mee en op een waardige manier mee om kunnen gaan. Geloof je in lockdown? Nee. Denk je dat er nog een lockdown komt? In januari, februari, wanneer de paniek is. Dus ik kan niet bepalen. Ik ga er ook niet over. Maar ik denk als je kijkt naar de cijfers, we komen uit de vierde golf. We zijn best murf gebeukt. Maar belangrijker nog is dat je ziet dat het heel moeilijk te handhaven is. En ik vind dat je bepaalde maatregelen alleen maar moet nemen wanneer je het kan handhaven. Omdat het anders geen effect heeft. En je daarmee mensen onnodig dupeert. En in dit geval kijk ik bijvoorbeeld naar het bedrijfsleven, de horeca. Die echt al veel klappen heeft gehad vanaf het begin. Ja. En die iedere keer braaf alles heeft gevolgd, protocollen. Ja. Opnieuw geïnvesteerd heeft, terwijl er geen geld binnenkwam om te blijven voldoen aan de protocollen. En op een gegeven moment houdt het op. Weet je, het is niet hun schuld dat er een lockdown zou moeten komen. Het is niet hun schuld dat we weer in een golf komen. Dus de schuld ligt toch inderdaad bij het feit dat we met z'n allen niet in slagen om een bepaald vaccinatiepercentage te halen. Oké, daar ben ik niet mee eens, eerlijk gezegd. Het laatste stukje. Mm-hmm. Toen mevrouw Doewit er was. Ja. Als zij zich op straat, en je ging op straat, dan prikken ze aan Mars letterlijk. Ja. Ja. En daardoor luisterde men wel. Ja, maar dat was het begin. En het beleid van tegenwoordig heeft nul beleid. Ja, weet je, kijk, en, ik weet niet of je kan herinneren, maar dat was toen een legeroperatie. Het eerste OMT was leger. Dat werkte toen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment wordt COVID heel normaal. Dus je kan heel moeilijk volhouden. We hebben natuurlijk ook onze geschiedenis. Maar je kan heel moeilijk volhouden dat het een 2 jaar lange militaire operatie blijft. Nee. Ik wil gewoon te zeggen is dat, ik zei niet dat je militant moet doen, maar het is wel een feit dat de leider van nu veel feesten, een dochter van een van de leiders had nog een all-white party midden in de lockdown. Ja. Dus daar hebben wij als burger iets van, jongens, zo de meter erop met je regels. Ja, dat is dat in de hand gewerkt. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik denk ook dat er qua handhaving dat er wel een stapje harder gelopen had kunnen worden. Yes. Nu gaat het leger wel inderdaad bijstaan bij het handhaven van datgene wat er overblijft van lockdown. Yeah. Dus bijvoorbeeld die 11 tot 5. Maar dat gaat dan nu wel belangrijk worden. Vind je dat wel effectief, die 11 tot 5? Want ik ben er gewoon moe van. Hoor. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben er gewoon moe van. Weet je, ik denk wel dat het helpt. Yeah. Omdat 11 tot 5 een andere manier van feesten is dan van 5 tot 10. Of van 5 tot 11. Dus theoretisch snap ik het. Maar, ik bedoel, ik ben ook een mannetje van de straat. Maar als ik uit wil gaan na 11, kan ik uitgaan. Ja, kan. Ja, en als er een politiewagen langs gaat, dan gaat alle geluid uit. Ja. Er zijn mensen die letterlijk opletten buiten, die worden betaald. Ja. Er is politie in de buurt. Ja. Men is nog meer juist met elkaar in een donkere ruimte. Ja. Want je moet stiekem feesten. Dus ik heb wel het gevoel van, is dat als drugs? Yeah. Liever laat je die mensen drugs testen op dat feest, want dan weet je dat niemand doodvalt daar, want ze gaan het gebruiken. Ja. En dan dat je zegt, je mag het niet. En dan gaan ze stiekem te veel naar binnen gooien. Ik weet niet hoe je het bedoelt, maar je weet wat ik bedoel. Ik weet wat je bedoelt, maar ja, dat klopt.
Maar weet je, als je alle lockdown, dan komt het heeft ook een psychisch effect. Yeah. Dus je zegt het ook, weet je, je bent wel voorzichtig. Je bent wel van 11 tot 5, maar je bent voorzichtig. Er is muziek gaat uit, de mensen staan op de uitkijk. Dus je weet wel dat je. Ja, maar die hebben ze wel gepakt. Maar je weet dat je eigenlijk wel een beetje fout bent, bezig bent. En. Want als je dat niet, dan had je zoiets van, hey, ja, laat ze maar komen, dan komen ze maar mee feesten. Ja, maar, eigenlijk, ze gaan feesten. Mm-hmm. Dus daar wil ik echt naartoe gaan. Hoe je ook dat, als ik 17, 18 was, ik zeg me thuis te blijven. Ja, dat is waar. Dat zou niet lukken, want mijn hormonen ook. Ik, we gaan lachen. Ja, dus dat klopt. Je weet toch? Dus ik bedoel, dat is gewoon mens, dat is gewoon mens eigen. Dus daarom denk ik ook dat... Misschien moet maar, je met militairen op de dansvloer. Blijf het kijken. Met wezen van spreken, maar dan... Prom night. Ja, maar dus dat je eigenlijk daar juist bent. Ja. Om ervoor te zorgen dat dat ook goed gaat. Ja. In plaats van de war on drugs. Nul kans. War on alcohol. Nul kans. War on uitgaan. Nooit kans. Ja, je hebt een punt. Dus je hebt een goed punt. Dus ik probeer gewoon mee te geven, hoor. Ik bedoel dat jullie daar... Ja, ik denk dat dat zeker ook meespeelt. Dat je op een gegeven moment... kijk, lockdown vindt niemand leuk. Mm-hmm. En ook degene die lockdown-verordening instelt. Dus... Je hoort met pijltjes nog op jouw foto. Ik zeg, ja, maar het niet naar lockdown. Ja, dat is cool. Het is, en zeker na 2 jaren is het politiek... Ja. Heel fout om je verliest aan populariteit. Oh, ja. Tegelijkertijd is het wel zo dat er is ook wel een heel grote groep van als je het niet hebt gedaan en het loopt fout, dan komt het omdat je geen lockdown hebt. En dus, ja. Dus we moeten een. Maar dat is een heel foute reden om lockdown dan te doen. Ja. Als je weet dat het niet effectief is, om het te doen om achteraf te kunnen zeggen van ik heb er alles aan gedaan. Maar dat is niet waar, want je hebt iets gedaan wat niet effectief was. En dat wist je toen al. Dus, ja. Dat is een straatje schoonvegen maatregel. Want ik ga je eerlijk zeggen hoor, als je kijkt naar beelden gewoon van mij ook van een half jaar geleden en nu. Ik herken mijn gezicht niet. Persoonlijk ben ik zelf in een zware depressie gegaan. Ja, maar, want ja. Je hebt zoveel mensen naar huis gestuurd, alles. Maar je ziet ook, het werkt niet. En dat is wat mij het meest irriteert. Er wordt gewerkt, dat is dat niet... Ja, en ik denk dat men dat nu wel beseft. Maar dat de vraag nu is wat wel werkt. Dat heet dan discriminatie of segregatie. Maar het is... Er is geen gevaar om... bij elkaar te zijn als je met z'n allen gevaccineerd bent. Ja. En wat je nu gaat krijgen is dat de meerderheid van de mensen gevaccineerd is. En als je dan nog steeds het gaat beperken, ja. Omwille van een minderheid, dan dupeer je de meerderheid. Ja. En dat is, dat moet je niet doen. De vraag nu is, is dan een QR-code of met pasjes controleren of vaccinated parties... ik vind dat voor nu in ieder geval tenminste beter is dan de boel helemaal opengooien, omdat je dan nog een beheersbaar risico hebt. Oké, maar dat QR-code ding toch? Vind je terecht dat mensen die willen trainen en naar de gym willen gaan en niet gevaccineerd zijn, ook een QR-code moeten wijzen daar, terwijl ze bezig zijn op hun manier aan de gezondheid te werken? Ja, er zijn verschillende manieren om jezelf fit te krijgen. En als je jezelf fit wil krijgen, moet je dat op een verantwoorde manier doen. Mm-hmm. Als je niet gevaccineerd bent en je gaat trainen in een airconditioned of een gesloten gym, dan ben je niet verantwoord bezig. Point taken. Ik moet afronden, maar ik heb toch nog een laatste. Ik keek naar het NOS Journaal laatst, niet dat ik reclame voor ze maak, maar dat is dus de bron waar ik het heb gezien. En ze had het volgens mij over Ierland. Ja. En in Ierland blijkt 95% van de bevolking wel gevaccineerd te zijn. Mm-hmm. Nu hebben ze een hogere besmettingsgraad dan ooit tevoren. Ja. En er wordt gezegd, ja, maar de toeristen brengen het. Ja. Voor mij is dat geen valide antwoord. Nee. Want eigenlijk zou het hele volk de toeristen moeten beschermen. Kom weer. Ja. Maar hoe kan dat 95%? Dus eigenlijk alleen die straathond is niet gevaccineerd. Ja. En toch is er zo'n hoge... Het zijn doorbraakinfecties. Het zijn, wat ik eerder ook al aangaf, is dat... Dat vaccin, dat heeft je lichaam een geheugen gegeven voor het virus. Oké, je doorbraak, toch? Ja. Maar jij bleef dit door het vaccinstukje.
Mm-hmm. Maar dus nu als iedereen gevaccineerd is, hebben we weer een doorbraak. Dan, nee, hoe, dus een do- dus, dus, nee, dat gaat blijven komen. Zolang de wereldbevolking minder dan 40% gevaccineerd is, mm-hmm. zijn er voldoende gastheren voor het virus om zich te blijven muteren. Dus er blijven varianten komen die door je, ook door je boosters heen ook breken. Ook door je booster heen? Dat zal ook weer gaan gebeuren, ja. Oké, het allerlaatste voor te afsluiten. Vind je terecht dat die fabrikanten hebben gezegd dat ze geen verantwoording nemen voor de gevolgen van een vaccin? De negatieve gevolgen? Ja. Waarom? Omdat zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het gebruik van het vaccin. Het zijn ook de autoriteiten, het zijn ook de doktoren, het zijn de technische commissies in landen, het is de WHO. Het is een hele gezamenlijkheid die bepaalt hoe een geneesmiddel gebruikt wordt of hoe een vaccin gebruikt wordt. Dus ja, je moet als totaal systeem moet je de liability dragen voor om uit die crisis te komen. En ben jij mensen al tegengekomen die, want ik heb mensen binnen mijn bedrijf die constant vermoeid zijn vanaf ze zijn gevaccineerd. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe zit het? Dat moet uitgezocht worden. Er wordt wereldwijd, kijk, het is al meer dan 7 miljard keren toegediend. Yeah. Er is geen enkel geneesmiddel wat zoveel is toegediend in zo'n korte tijd. Dus er is ongelooflijk veel data en er kan geanalyseerd worden of dingen als vermoeidheid, menstruatiestoornissen, yes. En andere dingen en die genoemd zijn. Staat niet meer zo goed ja, en van anderen gaat hij juist heel goed ja, omhoog. Ja, ja, ja. Maar naar die spuit dan. Naar die spuit, ja. Blijft hij maar zo. Ja. Dus, het is een lottery, maar stop zetten we er iets bij. When you're lucky. Go get your lucky shot. Nee, maar het is. Het wordt geanalyseerd en er wordt gekeken, is het toeval? Yeah. Is het een placebo-effect of is het daadwerkelijk? Maar kijk, het is zo dat je immuunsysteem wordt aangezet. En daar gebeurt, het kan best dat je in het begin wat vermoeid bent. Dat heel lang duurt, vind ik eerlijk gezegd, ja, dat vind ik eerlijk gezegd onwaarschijnlijk, maar het kan. Ik zie het bij mijn jongens. Ja, maar het kan ook aan andere dingen liggen. Misschien dat er ook. Nee, maar deze jongens zijn contractor van mij, de heren. Ja. Dus het kostte alleen maar geld. Ze hebben extra jongens in dienst genomen voor hun. Ja. Maar ik zeg jongens, gewoon met respect, heren. Dus ik zie het bij mij, heren. Dat maar dus kijk, het kan aan allerlei dingen, dat ook met die menstruatiestoornissen. Het kan aan allerlei dingen liggen waardoor je vermoeid bent. Dus ja, mensen zijn ook moe en depressief van de situatie. En dus er wordt ook gezegd van ja, sinds er gevaccineerd wordt zijn er zoveel doden. Nee, maar als je dan kijkt, het is door het virus dat er doden zijn en door het veranderen van het virus. En gelukkig hebben we het vaccin, want stel je voor dat het vaccin er niet was, hoeveel doden hadden we dan nog meer gehad? Ja, Spaanse griep zonder vaccin, de tweede golf, 50 miljoen doden. Ja, ik heb begrepen, Spaanse griep was het zo erg dat als je 's morgens kreeg, je 's avonds eigenlijk al de pijp uitging. Zo erg was het, ja. Dus en onterecht is het Spaanse griep, want het is niet eens daar. Het is niet onterecht begonnen. Ja, begonnen. Maar kijk, bij Spaanse griep hadden ze ook, de eerste golf waren 5 miljoen doden. Ja. En toen zeiden ze van, ja, maar het zijn alleen maar armen. En mensen die onder niet-hygiënische omstandigheden wonen. Dus toen gingen de rijken, die gingen. En toen heeft die echt hard toegeslagen. Heb je een boodschap aan de mensen trouwens? Iets dat je mee wil geven? Bescherm jezelf. Kijk, ik denk dat de beste bescherming nog steeds vaccineren is. Mm-hmm. En Mohana. Ja. De combinatie van beide. Maar als je niet wil laten vaccineren of nog twijfelt, zorg er dan in ieder geval voor dat je niet geïnfecteerd raakt. Dus blijf weg bij grote gatherings. Blijf weg uit afgesloten ruimte. Al zitten daar alleen maar gevaccineerde mensen. Want ze kunnen ook een gevaar zijn voor je. Ik ben blij dat je ook een hart hebt voor een niet-gevaccineerde. Je bent de eerste die een beetje een hart toont voor een niet-gevaccineerde. Ja. Bij deze wil ik de minister van Volksgezondheid ook nog beterschap toewensen, aangezien hij zelf COVID heeft gekregen. Dus eigenlijk is het de pot voor je te keten, want je hebt niet aan je regels gehouden. Nee, maar het kan iedereen overkomen. Het kan iedereen overkomen. Je kan van iedereen krijgen. Ja. Ik ben zo blij dat je bent gekomen. De komende week is er een protest op het plein. Ja. Jouw uitzending komt erna. Oké. Ja, dus ik had ze wel gezegd, ik ga, maar dat is puur vanwege
wat mij echt irriteert is dat segregatie, dat ding. En ik ben blij dat jij er heel anders over nadenkt. En ik hoop dat jullie in jullie aanpak, in het pakket, wat meer juist met de mensen gaan praten die met andere ideeën komen. Ook met die geneesmiddelen en alles. Want we zien, het volk ziet ook dingen en dan, je weet toch, als jullie geloofwaardigheid willen winnen, dan is het tijd dat men misschien ook wat meer gaat luisteren naar die groep. Respect en vertrouwen is het allerbelangrijkste. Dus het uitsluiten van mensen, dat moeten we niet doen. Maar we moeten wel voorzichtig blijven. En hard blijven houden voor de terugkeer naar het nieuwe normaal. Of eigenlijk de countdown naar het nieuwe normaal. Want het normaal wordt het nooit meer. Dankjewel. Abom. Yes. Dankjewel voor het kijken. En als je er wat aan hebt gehad, like, subscribe en share alsjeblieft mijn pagina. Op deze manier kunnen we lekker met veel energie verder gaan. Alibi nou een bal. DVA baby. Let's talk.